Ja, het ging weer zo oneerlijk, hè. Ik word dus... Dit... Nou, ik weet het niet, Sander, maar ik denk dat we hier nog 20 afleveringen gaan zitten. Klap! Hallo kijkers van Shine Sprites, ook bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario Generations. Het is weer tijd en het is weer tijd voor Mario 64 en hopelijk is dit de laatste aflevering. Laten we de tijd nu ingaan. De 25 minuten zijn ingegaan. Ik ben natuurlijk weer met Sander van Gaming SB. Hoe is het met Sander? Zoals ze in het Engels zouden zeggen, I having er very veel zin in. Oké. Okay. Ik ben een Engels expert, dus... Why do you having very veel zin in? In deze game afgelopen. Oh, ja. Ik hoorde de O al. Jij dacht echt van, oh, wat is dit? Help, moet ik de dokter bellen? Ik denk dat het voor de kijkers ook fijn is als deze game is afgelopen. Dan zitten wij minder te schelden waarschijnlijk. Ah, tenminste, ik in ieder geval. Ik weet, Mario Sunshine is niet mijn sterke punt in principe. Aan de andere kant, ik heb hem maar één keer gespeeld. En dat hij toen niet heel slecht ging. Die mechanics is op zich niet heel gek. Jongen. Hoe ga ik ooit daar komen? Magische poeder. Dat is het antwoord, Sander. Ik zei toch dat hij op was. Dan moet je het nieuwe kopen, want je zou dat doen, zei je. Je hebt nog steeds niet gedaan. Ja. Maar you not having luistered. Zoals ze dat in het Engels zouden zeggen. Nee, ik ben de game over. Nice. Want ik zou dat morgen doen. En voor ons is deze opname direct achter elkaar. Zoals het in het Engels. Sorry, oké. Ik ga te goed. Op de Engels. Yeah, vandaag de dag. You are a very good English, meneer. Weet ik. Looks like you don't have to do science. But English. No, but I'm sciencing in the English. Ah. Then you good in boat. Ja, ik ben very good in boat. I know dingen from both of them. Yes. So, welkom bij mijn Minecraft gameplay. Oh nee, jammer. Welcome to my Mario gameplay, wat heel kunt is. I do be hating deze spel. Computer. Hoe knalt? Ja, dat weet ik niet. There I have geen antwoord op. Originele 151 vindt deze spelletje wel goed. Kijk, weet je, het is een topgozer, maar ook hij kan niet alles goed doen in zijn leven. Nou, te veel deze game gespeeld hebben, is daar één van. Kaboom. Echt wel. Ik denk dat... Ah nee, die grap gaat wel heel ver. Ik weet niet of Nilan dat goed vindt als ik die grap maak. Ik weet niet wat je grap is. Dus... Nee, daarom. Voor zekerheid doen we het maar niet. Oké, dan wil ik wel... Kut! Offscreen wil ik het best maken. Ja, wat een onzin zeg. Goed, dat wou je zeggen. Offscreen wil je wel maken. Oké. Ja, offscreen, want... Dan weet ik... Wel dat het goed komt. Alleen... onscreen en jij wil dat niet, dan hebben we een probleem. Dan is het of late. Jij moet editen. Dan is het altijd op je twee. Of je laat het erin, alleen je bent het er niet mee eens. Mm-hmm. Dat gun ik je ook niet in principe. Nee, Mario. Yo. Mario. Hoe krijg ik mijn bloeddruk laag? Oh, je moet gewoon geen Mario spelen. Oh, dat is het antwoord. Wat fijn dat ik dat weet. Wel jammer dat deze game fucking kut is. Je hebt ook een game... Je weet dat het voorlopig geen kerst meer is? Dat weet je?
Ja, dit was een Mario liedje. Oh, klonk een beetje kerstig. Nou, ik weet niet waar je dat vandaan had. Wist je dat er ook een versie is van deze game waarin die oprecht nog kutter is? En dan denk je, Sander, dat kan helemaal niet. Jawel. Ja, dat zal vast. Is het Kaizo Mario 64? Nee, het is een Mario 64 waarin er oprecht expres bugs in zijn gestopt. Oh. Hidden walls of zo. Nee, je hebt een bug dat alles, maar dan ook echt alles, ineens naar je toe komt. Dat je één groot magneet bent. Okay. Voor alle voorwerpen, waaronder sterren. Maar ook enemies. Dus je kunt eraan doodgaan, maar met geluk kun je een ster krijgen. En het leuke is, je weet nooit wanneer die afgaat. Oh, nice. Dus het kan zijn dat je in het eerste leveltje gewoon niks merkt, totdat je bijna bij een ster komt. En dat dan de hele game kut gaat doen. Ik heb zin in. Maar dat zou ik mezelf nooit aandoen. Zeg maar, ik heb die toen een keer bij Lekker Spelen gezien. En het grapje was dat ze net deden alsof het gewoon Mario 64 is. Wow. Omdat dat is ook net zo kut. Dat is waar. Waarschijnlijk dus. Was het gewoon Mario 64. En waren het gewoon echt de bugs in die game. Omdat het kut is. Ja. Bij Nintendo zat ze ook. Oké, we mogen een game uitbrengen. Wat nou al doen we niet een leuke game, maar Mario, een game die gewoon eigenlijk amper te halen is? Dat mensen bij Nintendo ook zitten veel van. Oh, wacht! Nee. Laten we er nog wat bugs bij toevoegen. Oh, en dat Nintendo zit zo van. Oh, je bent zo goed. Ja, ik kan het weten, want mijn vader werkt bij Nintendo. Nou, hier krijgen we dit. Ik was erbij toen die meeting was. Oh, ja. Sander, je bestond nog niet eens toen deze game uitkwam. Sander, ik ben bij Bowser. Leugen. Dat is een leugen, dat wil Mark, dat jij hoorde, dat denkt. Hoorde je dat ik bij Bowser was? Ja, alleen probeer niet te blij te zijn voor het geval dat je... Ik weet alleen niet hoe deze Bowser moet, zeg maar. Maar heb jij niet deze games ook... allemaal gespeeld in... Ja, maar dan speel ik dit. Dat maakt deze Bowser zo kut. Oké. Okay. Je hebt deze game toch ook in een streammarathon een keer allemaal gespeeld? Nee, deze niet. Toen sloeg ik deze expres over. Ik ben al dood. Nice. Maar volgens mij begin ik dan wel weer bij Bowser, toch? Ik mag het hopen voor je. Ja. En alleen, ik heb niet zoveel geleefd. Oh, nee. Wat zit je nou aan die wand gekleefd? Fucking kut, Mario. Oh, en nu ga je geraakt worden. Dat was niet onze afspraak. Oké, dat was ook niet onze afspraak. Dat ook niet. Ja, zo kan ik de hele aflevering vullen. Finally, één ster. Nee! Ik had het zo makkelijk kunnen pakken. Als de kamer hoe ik er meewerkte. Ik probeerde nog te kijken, waar zit die ster ongeveer? Toen dacht ik, weet je wat? Ik ga gewoon een dag voeltje af. Ja, hoe kan ik dat doen? Ja, maar dit is gewoon niet eerlijk. Is het ook niet. Nee, maar even serieus. Dit is echt niet eerlijk, want... Als je Bowser te pakken hebt, zeg maar, dan komen er allemaal vuurballetjes. Wat op zich niet erg is, hè? Dat is een obstakel. Alleen, als je Bowser gooit, dan zoomt het hele beeld uit en je kan helemaal niet zien waar je loopt dan. Oh, handig. Maar, ja, deze game laten is we erg. Eerlijk zijn, hoort wel bij deze game, gozer. Dat is wel hoe deze game gemaakt is. Dus in dat opzicht kan ik... de game het heel erg kwalijk neemt. Godverdomme. Mario? Dit gaat me toch nooit lukken. Je hebt mij een belofte gedaan, Milan. Ja, maar dit is gewoon oneerlijk. Alsjeblieft, kom na dat we vandaag niet nog steeds opgezadeld zitten met het feit dat we het niet gehaald hebben.
Of, nou ja, eigenlijk jij. Want if that is true, then I ook hating my leven. Zoals ze dat in het Engels zouden zeggen. Ja, wat is dit voor kut level, zeg. Yo. Oh. Weet je wat? Oké. Okay. Wat doen we dit? Oké, ik heb wel weer een leven erbij. Nou. Hoe was je kerstje nou het nieuwe eigenlijk? Heb ik helemaal ja, was niet leuk. Naar gevraagd. Die van jou? Ja, ook goed. Mooi zo. Oké. Nee, weer mis. Hoezo mag ik ook niet kijken waar die fucking ster is? Ik heb hem gewoon gehaald. Of moet ik naar beneden lopen? Misschien moet je... Is het ook niet de bedoeling dat je er vanaf springt? Hoe gooi je dat ding? Ei, denk ik. Oh ja. Eien. Ik wil een stukje met de rijen. Oké, okay, 4. Ik heb 4 rode coins. Nu kan ik dat stuk gedeelte weer doen. Kut stuk. Ja, het ging weer zo oneerlijk, hè. Ik word dus... Nou, ik weet het niet, Sander, maar ik denk dat we hier nog 20 afleveringen gaan zitten. Want ik ga dit nooit redden, want ik kan het gewoon niet zien. En hoe vaak moet je hem raken? 3 keer? Oh ja, sowieso. Er moet toch iets te doen zijn waardoor het wel te doen is. Hoe, als dat niet te doen is, hoe kan het dan oprecht dat mensen deze game goed vinden? Ja. Like, for real. Dan, hè? Kijk, hier, ik kan het zo toch niet zien. Met, ik haat deze game. Maar dat is echt... Oké. Okay. Ja. Rustig naar beneden. Mario, kan ik niet iets doen waardoor ik zie waar dat ding is? Auw. Oké. Ja, 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 ik heb een ster gekregen. Voor jou, Sander, rustig aan, hè. Ja. Oké. Nu gaan we door. Save continue. Nu moet ik speedrunnen. Ja, deze game speedrunnen gaat me echt nooit lukken. Scaling the mountain. Je kan hem niet eens richten. Nee, maar die boss fight is ook oprecht gewoon kut. Ik bedoel, dat is zelfs onder de mensen die niet durven te beweren dat deze game slecht is, zeg maar. Mm-hmm. Zelfs die zeggen dat de boss fight altijd kut is. Of nou ja, oké, kut is voor hun misschien een beetje overdreven, want die willen toegeven dat deze game kut is. Maar die zeggen wel dat die boss fight aardig pittig is. What the fuck? What the fuck is dat nou weer? What the fuck, gast? Mario ook schijnbaar. Ja. Twee rode coins. Oh ja, wacht, ik doe niet de rode coins ding. Waarom ben ik dan zo bezig met de rode coins? Je vindt rood kunnen mooi. Rood is wel een goede kleur. En raad eens, ik heb weer gemist. Woep woep. Weet je waarom? Vandaag is rood. Dat is vandaag de dag wel, ook wel een risky grap. Ja. Ai.
weer speciaal mis. Speciaal voor jou, zou ik er niet verder op doorgaan. Ik pak ook gewoon alsnog de rode coin. Van mijn brein. Heeft zoiets van, ja, zal dat moeten. En zie je weer mis! Nee! Oh, dat is zo kut. Waar moet ik dan die mountain op scalen? Oh, moet ik hier? Oké, misschien moet ik hier. Lukt dat? Nee! Oh, dan ben ik hier. En weer gemist. Nice, leuk spel. Kut aap, goed op. Jij geeft mij geen ster? I don't want your ster. Nee, Mario, andere kant op. Ja. Waarom komt er nu een Shy Guy? Oh, dat is eigenlijk best gunstig. Ben ik hier nu? Ik heb het gevoel dat die dingen ineens veel snel gaan. Dan eerst. Ja, heb ik hem. Ja, oké, ik heb hem nu voor de eerste keer. En dan landt hij op mij. Wauw, dit is niet. Dit is niet eens te verzinnen. Dit is niet eens te verzinnen. Ja. Zeg maar, ik wil niet haten. Maar het is wel te verzinnen, want anders was het niet gebeurd. Nee, vermoeiend. Sorry. Maar je weet wat er gebeurde. Ja. Ik gooi de Bowser tegen zo'n prikkelbal aan. En dan wordt hij gehit. En dan zeg maar, krijgt hij zeg maar damage. En dan valt hij zo terug op het veld. Maar toen viel hij op mij. En toen was ik dood. Ja. Oh, je was ook gewoon meteen dood? Ja. Ja, ik had nog niet zo heel veel HP meer, maar... Oh, oké. Okay. Ja, oké, dat verklaart het. Nee. Mario, andere kant. Andere kant. Nee. En dan ga ik nu weer dood. Ik krijg echt huilbuien van deze game. Kom op, Bowser. Oké, weet je wat? Misschien ben ik zonder pet beter. Misschien is dat het. Ik denk dat het wel is hoor. Misschien is dat wat deze game zo kut maakt. Dat je zo'n pet hebt. No cap. Zoals sommige mensen durven te zeggen. Wat meen je dit? Oh nee. Oh, blijkbaar maakt dat dus niet uit. Oké, okay, duidelijk. Volgens mij heb ik echt die hele desert land. Heb ik ook nog niet gedaan. Same. Ik zou ook niet weten waar die is hoor, maar... Sander, weet je zeker dat die 3 keer moet? Want ik heb hem nu 2 keer. Oh, ik denk... Ik denk het wel. Ja, maar nu laat je mij twijfelen. Ja, nee, maar ik denk het wel, want het hele... Het hele landschap veranderde naar die ster, dus ik denk het wel. Ja, dan heb je het eind, dat weet ik zeker. Oh, verkeerdik, ja. Nee, Mario. Mario. In real life.
Dit wordt echt nog moeilijk om hem daar te mikken, joh. Please, doe het snel. Dat is het enige wat ik tegen je kan zeggen. Doe het voor ons beiden. Als je denkt van, joh, ligt het aan mij dat het niet lukt? Nee, het ligt niet aan jou, het ligt aan Mario. De classic. Dat klopt, ja, en het is nog Mario. Oh, wacht. Yo, Goomba, kom eens. Nu krijg ik een coin van je. Dat was zo close. Oh, hoe kom ik daar dan? Oh, dit gaat niet goed. Zou ik dit daar gaat niet goed. Komen, zo? Yo, je kunt kruipen in deze game? What the fuck? Oh, dit is kut. Nee, dit is kut. Oh, so close. Nee! Nee, Mario, waarom doe je dat? Ik ben dood, godverdomme. Ik was so close, Sander. Ik had hem gewoon bijna gehaald. Nee, dat meen je. Nog langer in deze torch eraan. Het commentaar moet van jou komen deze aflevering, Sander. Oké. Er was de eens... De gameplay die van mij en de, het commentaar bij jou. Er was eens een man. Oeh, nice. Deze man had een oog. Een hele. Mensen waren jaloers. Oké, ik heb hem één keer geraakt. Dat was het verhaal. Oké. Hoezo? Ik dacht, ik doe het samen met een YouTube meneer. Ga ik rondjes maken en dan krijg je dit. Of nee, dan. Sorry. Ik zat eventjes dat de kamerhoek heel kut deden. Oké. Nee, maar ja, nou ja, die man. Die was dus boos. Want zijn oog was gestolen. Maar hij ging op zoek naar de gestolen oog. Bam, bam, bam. Maar, zoals je al kunnen denken. Gaat nogal lastig zonder oog. Nou, dus wat deed deze man? Hij huurde een oog in. Maar, aangezien hij de enige was met een oog, wist hij natuurlijk precies wie je oog gestolen had. Want degene die hij inhuurde, dat was hem. Dat was de guy die hem gestolen had. Wajo. Dikke plot. En zo was iedereen blij en gelukkig, behalve de guy die de oog gestolen had. Want... Ja, die kreeg dat stuk. Maar hey, doodstraf is ook een straf. Nee? Nee. Sorry, heel flauw. Heb je ooit gehoord van zo'n ster? Nee, wat is dat? Nou, als je dus... loop eens naar buiten. Misschien dat het... Ik weet niet of het in jouw tijdzone ook inmiddels avond is. Maar... In mijn tijdzone. In mijn tijdzone is het nu avond. Ik weet niet precies waar in Nederland woon jij? Brabant. In het westen of het oosten? Ja, volgens mij is het een beetje in het westen. Kut, die had ik kunnen raken. Ja, kijk, dan hebben we dus toch een andere tijdzone, hè? Ja... Nee. Oh, in het oosten bedoel ik, excuus. Dan hebben we zelf een tijdzone. Nee, ik bedoelde in het oosten. ik ben te geconcentreerd hiervoor, Sander. Je als het niet bij mij 7 uur is, is het bij jou ook 7 uur. Sander, echt een lul. Dat is wel handig. Want eigenlijk wist ik dit ook al, want we hebben al een paar keer met tijden afgesproken. Ja, een paar keer zegt hij. Zo'n beetje, zeg maar, als je elke keer hebt, nou wij hebben dat, en dan, ja, dat was het. Dat was het letterlijk. Hoezo gaan we dood? I don't want to doodgaan. Ik blijf het ook proberen, terwijl ik niet eens weet wat ik moet doen, at the moment. Bij deze ster. I do be wanting a muntje voor mijn levens. You know what I want? To the game to be over? Ja. Yeah. You knowing me too goed.
Ik haat dit spel zo erg, maar we gaan nog lekker door, want ik ben nog steeds niet dood. Maar toch haat ik deze game. Alsjeblieft, laat mij een granaat vangen. Want dat is beter dan deze game spelen. Ik wil zo graag een granaat vangen. Sander, de tijd is op en ik zit in de laatste ronde. De tijd is over, maar ik zit in de laatste ronde. Wat een bullshit. Yo, weet je wat? Maak het af, dan ben ik er klaar mee. Ik ben er nu ook al klaar mee. Ik ga gewoon weigeren deze hele game te spelen vanaf nu. Ooit. Van je leven. Vanaf nu. Ik overigens ook hoor. Dat was heel rennen. Dat snap ik wel. Niemand wil deze game spelen. Ik heb nog maar één stukje leven, zeg maar. Krijg meer, alsjeblieft. Voor de mensen die denken van... Waarom zijn er bepaalde mensen op deze wereld? Bepaalde mensen die... moord plegen... verkrachtingen. Die zo'n game maken. Kijk, zeg maar, het ligt niet aan hun. Maar ze hebben gewoon ooit deze game aangeraakt, oké? Daar kunnen hun ook niks aan doen. En dan word je gewoon automatisch psychopaat. En we kunnen wel al die mensen gaan blamen. Maar eigenlijk moeten we de makers van Mario 64 blamen. Doodstraf. Weg ermee. Hup, weg. Nee, kst. Dat. Heel graag. En de game verbannen wereldwijd. Oh, zo close. Behalve in Friesland. Want boeien. Nee, grapje. Was een grapje. Sorry, Frieslanders. Ik bedoel natuurlijk Amerika. Amerika? Dat is ook een grapje. Verenigde Staten. Want die zijn één. Wow. Oh, ik ben dood. Fuck! Als je wil, kan ik doorgaan nog in deze aflevering. Maar ja, doe. Ja, niet doe. Helemaal de bedoeling. Doe. Ja, als ik van jou akkoord heb, dan ga ik door. Ja, mag jij doe. Ook doorspelen als je wil. Oh, voor dan de content. Ja, dat hoeft dan niet per se. Maar ja, maar gewoon. Eventueel voor je om je schade te laten beperken. Oh ja, misschien moet ik wel. Vooruit. En dan doe ik ook wel wat. Oké. Ik weet het. Ik haat deze map. Weet je maar... dat de boss in Mario Sunshine is echt easy. Wat? Dat spuiten? Ja. Op Bowser Jr.? Nee. Die vond ik nog best lastig hoor. De eindbazen. Oh, zo, ja, oké. Dat je met zo'n raketje, zeg maar zo'n shine, dan zit hij in een badkuip. Oh ja, oh, daar ben ik ook wel twee keer dood gegaan hoor. Ja, oké, maar twee keer dood gaan is wat anders dan deze. Op zich, het was wel steeds te doen. Ik had ook één keer dat ik gebukt werd, toen was ik best wel eventjes boos. Maar ja, hé. Liever dat dan deze game, want bij deze game... Volgens mij is die van Galaxy al helemaal niet moeilijk. Ik weet niet eens meer welke het is, maar volgens mij was die al helemaal niet moeilijk. Aangezien ik hem niet kan herinneren, nee, die was niet zo moeilijk. Weet je welke eindbaas moeilijk was? Het was niet eens een main series Mario game, maar dat was Mario Party DS. En dan had je zo'n Bowser in blokken of zo, was dat Mario Party DS? Ja, dat zou kunnen. Die was lastig. Het was wel een leuke, maar die is wel lastig. Ik vond die eerste in het begin ook echt lastig hoor, die piranha plant. Die moet echt veel op A drukken. En ook zou je denken, Sander, elk levend wezen op aarde kan op A drukken. Nou hebben ze daar wel een punt, maar je moest echt heel veel op A drukken, zeg maar. Dat was niet normaal meer. Zoals iemand zou zeggen. Wie? Zoals in het Engels zouden zeggen. Nee. Er is toch zo'n guy van een jeugdprogramma die dat zegt. Dit is niet normaal meer. Alleen ik weet niet meer van wat. Dit
moet jij toch weten. Jij bent de kenner. Mijn held. Mijn superster. Mijn held. Je bent mijn beste vriend. Ah. Dat was leuk, of niet? Ik zat gewoon een liedje te quoten, gaan. Okay. Maar niet alles was gelogen. What the fuck is dit nou weer voor onzin? Oké. Ik vind finale van Mario 64, ik vind wel terecht dat het zo'n XXL gameplay is. Ja, echt hè. Auw. Dat deed pijn. Oké, Sander, ik zit al in de laatste ronde. Oké. Mag ik nog steeds, ook als ik nu weer uit het schilderij kom, mag ik dan nog steeds verder? Ga maar gewoon door totdat ik klaar ben. Oké. Nice. Ik kan me misschien beperken tot 30 sterren. Nou, dat zou toch best wel netjes zijn? Ja. Nee. Eerlijk? Nee, dat vind ik eigenlijk niet echt best netjes. Als je op achteraf gezien, zeg maar, zou dat best netjes zijn. Ja. I don't know, man. Ik ben echt wel diep teleurgesteld. En dat zou een half uurtje zijn. Een half uurtje is in 4 games misschien nog wel in te halen. Weet ik niet, hoor. Ik vind dat best wel veel. Nog steeds. Het is natuurlijk ook wel gewoon veel. Heb ik hem nou? Ik heb hem volgens mij, Sander. Ik denk dat ik hem heb. Mag ik dan deze wel afmaken? Voor mij wel. Oké, ik ga sowieso niet meer dan 30. Sander. Ik had gewoon Wet Rylet moeten doen. Ik had deze gewoon veel eerder moeten doen. Maar weet je, ik had er geen zin in. En soms moet je ook aan je mentale gezondheid denken. Auw. Ga dan niet dood, Mario, alsjeblieft. Oké, kom maar. Ja, kom maar. Ja. Dat is ook niet helemaal de bedoeling, mister. Ja, oké, dat is mooi. Dat is mooi. Oh, hier zijn coins. Oké, dat is ook mooi. Dan kan ik... Oké, hier is ook zo'n beest. Ik denk dat dit de beste dag van ons leven is. Dat sowieso. Nou. Oh ja, als ik nu door die fireball... Fireball. Word geraakt. Meeuw, meeuw. Ja. Sander. Ah, nee. Nee. Wat? Als je zo meteen, als je nu doodgaat, dan is het wel over, hè? Dat snap je. Dat weet ik. Wat doet deze guy? Waarom gaat hij niet achter me aan? Oh. Hij doet zelf iets van magische poeder. Oké, ik ben dood. Veel te proberen. Ja. Iedereen bedankt voor het kijken van deze aflevering. 31. Het is eindelijk zover. We hebben eindelijk Mario 64 klaar. Eindelijk gaan we eindelijk een leuke game doen. Mijn favoriete Mario game. Misschien zelfs mijn favoriete game aller tijden. Mario Sunshine, de volgende aflevering. Als jullie er zin in hebben, doe een duimpje omhoog. Ik zie jullie heel graag bij de volgende video. Ga zeker naar Sander's kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En ga verdien zeker ik wel naar deze torture. Zeker, dat verdient Sander zeker. En volgende aflevering kunnen we allebei vrolijk en fris beginnen. Bedankt voor het kijken. Adios, amigos.